Je hoeft het internet maar aan te zetten en het ging over GTA 6. Er is namelijk een enorme lekkage geweest, oftewel een hacker heeft ingebroken op de servers van Rockstar en heeft weet niet hoeveel video's buitgemaakt. Die heeft hij online geslingerd. Het internet was in rep en roer. Is het echt? Is het nep? Nou ja, de Rockstar is nu druk bezig met video's offline aan het halen, dus het lijkt allemaal echt te zijn en ja. Het is echt. Het is bizar. Het is een van de grootste leaks in de geschiedenis van de videogames. Misschien was die van GeForce Now nog net iets groter, maar dit is insane. Ja, precies. Nee, GeForce Now waren alleen namen van games die we nog niet wisten. Maar dit is echt 80, 90 video's aan pre-alpha footage van GTA 6. De oudste, die zouden uit 2019 komen en er zitten wat nieuwere tussen. Ja, het is insane. Zoiets is inderdaad nog nooit gebeurd. Deze gast heeft gewoon... hij zegt dat hij Uber heeft gehackt en dat hij nu ook de servers van Rockstar heeft gehackt. En op de verjaardag van GTA 5, ik weet niet hoeveel jaar het inmiddels is, heeft hij op GTA forums een link gedeeld met een map die hij bleef updaten met footage. Ja, bizar. We kunnen het nu ook niet laten zien, want we hosten dit op YouTube en YouTube haalt het meteen offline. Ja, en ik denk dat een stagiair gewoon allemaal aan het natekenen is. Of we hebben GTA 5 doet dit. Dat kan ook. Ja, maar er gaat een hoop informatie rond. En er gebeurt, terwijl we dit opnemen, best wel veel. Ja. Maar wat we in ieder geval weten is dus dat er een hele hoop footage is gelekt. En waarom we waarschijnlijk weten dat het echt is, omdat één, het zijn heel veel beelden. Normaal gesproken als iemand een fanmod maakt of zo en ze zeggen, oh, dat is GTA 6, dan gaat het om één clip of zo. Maar dit zijn zoveel beelden, dit kan bijna niet nep zijn. Daarnaast ziet het er ook uit als GTA. De engine lijkt heel erg op de Rage engine van Rockstar. Je ziet de gameplay. We zagen de twee hoofdpersonages die dan een bank overvallen. Dan zie je buiten op de politieauto's zie je ook hints naar Vice City. En Rockstar is dus inderdaad alle video's die ze in ieder geval op YouTube tegenkomen en op andere platformen offline aan het halen. Dus we verwachten ook dat ze vrij snel hierop gaan reageren. Ja, wij verwachten zelf vandaag een reactie. Het moet toch wel, ze moeten iets gaan zeggen. Maar dat weten we ook nog niet zeker. Ja. Iedereen houdt voor de rest zijn kaak stijf op elkaar. De grote Amerikaanse collega's hebben natuurlijk wel wat insiders gesproken. En de eerste reacties zijn dat ze devastated zijn. Ja. Want dit is natuurlijk, ze gaan elke dag werken, ze hier pleuren hard aan. En dan komt er gewoon iemand langs die inbreekt en al je harde werkzaamheden online zet. En mensen zien nu beelden uit 2019, hebben er een reactie op. Maar heel veel mensen snappen het ook niet. Ik vind het lelijk. Ja. Ik vind het lelijk. Ja, logisch. Je hebt met een hele vroege beeld te maken die nog lang niet klaar is. Mensen snappen dit niet. Die denken van oké, dit wordt het. Dit gaan we zo zien. Maar misschien wat je nu hebt gezien, haalt misschien het uiteindelijke product wel helemaal niet. Ja, precies. Ja, kijk, het is wel vet om die vroege beelden te zien. En we weten nu inderdaad zeker, er waren al heel veel geruchten. Oké, het zijn twee hoofdpersonages. Jason, Lucia heten ze. Broer en zus waarschijnlijk. Die zijn allebei speelbaar. Het speelt zich af in Vice City. Wisten we eigenlijk ook al een beetje. We zien wat van de gameplay. Het was inderdaad GTA. Het zag er mooier uit. Je hebt wat nieuwe features. Je kan nu met elke NPC interactie hebben, zoals in Red Dead. Je moet kiezen waarschijnlijk welke wapens je meeneemt. Uit de auto kun je richten, dat soort dingen. Maar goed, uiteindelijk heeft niemand hier echt iets aan. Want de broncode van de game, die schijnt ook op straat te liggen. Of in ieder geval, hij zegt dat hij hem heeft. Hij heeft ook waarschijnlijk een deel daarvan al gedeeld. Wil een deal sluiten met Rockstar Games. En dat is wel echt nadelig voor iedereen. Want dat betekent dat Rockstar Games sowieso... Ja, ze hebben ze hier een handen vol aan. Ja. Maar dat betekent ook dat ze de broncode aan moeten passen. Want ja, je kan niet een game uitbrengen waarvan de broncode al bekend is. Want dan kan iedereen die game cracken, cheats ervoor maken. Online is het ook een drama. Dus ja, er zijn geen winnaars hier, Martin. Nee. Nee, zeker niet. Die gast die het... Ik neem aan voor gast is trouwens. Dus hoeft teacup. Het is teacup. Een theepot. Ja, die probeert dus nou die broncode te koop aan te bieden. Er was gisteren ook alweer een bericht kwam er naar buiten dat er iemand 5 bitcoin had betaald voor iets. Maar dat was dus niet aan teacup. GTA 5 was dat, ja. Ja, maar ook dus aan een andere guy. Die is dus opgelicht. Ja. Heeft gewoon niks gekregen. En de Telegram kanaal van of de username van teacup is nou ook weer weg. Die gast die moet gaan rennen voor zijn leven. Hij is wat? Level 15, denk ik. Ja, maar Rockstar gaat niet opgeven totdat ze hem hebben gevonden. En dat wordt een insane lawsuit. En ik weet niet of het zo slim was van deze guy om het te doen. Ja, waarom? Wat bereik je ermee? Internet credits wil die waarschijnlijk. Ja, maar welke credits krijg je als je anoniem bent? Er zijn zoveel leakers die komen en gaan omdat het gewoon zoveel hoofdpijn is. Je moet anoniem blijven. Mensen die geloven je niet. Ze blijven vragen, heb je meer beelden?
Je hebt er niks aan. En we hebben nu gezien wat we eigenlijk al wisten. GTA en Vice City, twee hoofdpersonages. Super vet. Maar ja, het gaat wel waarschijnlijk de ontwikkeling van de game vertragen. Ik weet niet hoeveel. Ik ben niet zo technisch dat ik weet hoe dat zit met die broncode. Maar het is in ieder geval nadelig voor Rockstar. En inderdaad, als jij elke dag naar je werk gaat om in het geheim een vette game te maken. En dat ligt nu op straat. En mensen zeggen het is lelijk, want hij is niet af. Ja, dat is het punt van de alpha footage. De game is niet af. Ja. Maar mensen snappen het niet. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld setfoto's van een film of behind the scenes. Daar snappen mensen veel beter. Dat is iemand in een pak en er staat voor een greenscreen. En in de bioscoop wordt het pas echt mooi. Ja. Ja. Nee, dit is gewoon geen winnaars. Zijn er alleen maar verliezers. Drama. Ja, zelfs T-Cup die dit het lekt, die moet rennen voor zijn leven. Ja. Goed, we verwachten snel een update van Rockstar. En wil je die niet missen, volg dan dit kanaal. Dan houden we sowieso jou op de hoogte. En ja, het is een beetje gek nu, want je ziet allemaal dingen online verschijnen. Je weet niet of het echt is, niemand kan het bevestigen. En ja. Heel raar, heel raar. Maar ja, het is wat het is. Het is wat het is.